Na de wedstrijd komen we Cairo tegen. Robin Hood in de finale van de CONCACAF Caribbean Cup. Wat zegt dat jouw ploeg in de finale, niet alleen als Robin Hood, maar ook als landskampioen van Suriname in de finale. Wat zegt dat aan Cairo? Nou, het zegt me heel veel, want dit was eigenlijk ons doel om de finale te bereiken. En ook om in de finale te winnen, dus ja, het zegt me heel veel. Op een gegeven moment zat je ook te kijken naar de penalty-serie. Had je verwacht dat jouw ploeg toch wel het zou halen in die penalty-serie? Ja, sowieso, omdat we hebben een keeper die sterk is 1 tegen 1 en ook in penalties, dus ja. Wat ik wel niet had verwacht dat we 2 zouden missen, maar ja, misschien moest dat zo aflopen. Oké, dan nog even het laatste. Eind van de maand spelen jullie alle de eerste wedstrijd, tweede in december. Hoe kijk jij tegenaan, tegen die wedstrijd? Want jullie spelen dan nu tegen een iets sterkere tegenstander, dat is een ploeg uit Jamaica. Nou, ik kijk heel gemotiveerd ernaar. Ik denk dat we niet gewoon gaan moeten focussen op de kleine dingen die we fout hebben gedaan. En ook op de betere dingen die we hebben gedaan. Dus we focussen niet gewoon op de training om het een of ander beter te doen. Oké, dankjewel en succes. En we kijken uit naar jullie op 30 november en 7 december. Ja, thank you. Oké, doei. Dat was dus de man die helaas ontbrak omdat hij de eerste wedstrijd de rode kaart gekregen had. En de coach gaf ook tijdens de persconferentie aan dat hij het gemis bij Robin Hood duidelijk voelbaar was. Want sommige kansen die Robin Hood gehad heeft in die wedstrijd hadden ze zeker in een doelpunt kunnen omzetten als Cairo erbij was. Maar goed, het is een teamsport. Robin Hood heeft gewonnen en ze spelen dus de finale op 30 november en de tweede wedstrijd op 7 december. Imro Redmond zegt tot de volgende keer.